Ik weet niet of jullie het al hebben gehoord, maar ik breng altijd goed nieuws. Ze hebben een verdachte opgepakt en verhoord, als ik het goed heb, voor die valse bommelding voor Black Fashion Week vorig jaar. En ja, heel verrassend allemaal. Maar het is een Turkse man die Africa Fashion Week heeft of beheert of wat dan ook. En ja... Meneertje, berichtjes die ik heb gelezen, is een beetje handtastelijk. Vraag hele pikante foto's om mee te doen met zijn catwalks en foto's. Kijken jullie uit deze, ze noemen hem de fashion man. Ik snap het niet, want Michel Mafissi. Maar het mooiste van het verhaal is dat hij heeft gezegd, heb ik begrepen, begrijp me, neem het ten goede, dat Boko Haram hem heeft gestuurd om die bommelding te doen. Ik weet niet of jullie weten wie Boko Haram is. Dat is een jihadgroep. En deze Turkse man heeft dus gezegd, totaal geen medelijden na deze announcement, dat zo'n jihadgroep hem heeft gezegd om de enigste Black Fashion Week, dus een concurrent van jou, om bommelding te doen. Nee, ik snap wel dat hij Boko had ge... Ja, hij was een beetje warg. Maar Haram ben je zeker, meneer Turk. Deze Turkse meneer is Haram. En ik heb heel veel Turkse vrienden en die zouden dit niet hebben verzonnen. En zeker niet als modeguru. Ja, we moeten uitkijken voor zulke mensen. En dit bedoel ik dus met dat als je iets samen met iemand doet, dat je weet bij wie die patent van zo'n belangrijke Fashion Week of wat dan ook terechtkomt. Africa Fashion Week heb ik volgens mij twee, drie jaar geleden voor het eerst gezien. En er waren 98% witte mensen. Ik weet niet of je Afrika kent, meneer Turkse man. Maar zo werkt die Libië niet. Er was één donkere model toen. Helemaal achter bij een trap. Waar volgens mij haar overgrootopa werd vastgehouden. Dit is wat je niet wilt, omdat degene niet jouw cultuur begrijpt en ooit zal begrijpen, omdat hij geen African is. Snap je wat ik bedoel? En hij is bedreigd door Boko Haram. Ik heb Jerry Springer gebeld en hij zegt, je liegt. Dus dan weten jullie het voortaan, mensen. Als jullie zijn supermodellen en kiezen jullie de juiste Fashion Week of de juiste modeshow om je talent te laten zien. En kijk uit dat je geen pikante foto's stuurt naar oude vieze mannen. Dat is super belangrijk. Dus ik wou jullie even mededelen. Er is een verdachte aangehouden en verhoord. De marechaussee had al een vermoeden. En ze hebben hem. En ik ben verdomd blij. Dikkie Zaman. En men loopt in de schroten, dus maar is gevaarlijk. Want we houden niet van zulke acties. Ja, dat was de mededeling. Milo Bing, gevaarlijk. Denk je zeg.